is de Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal. Ja, en welkom bij deze aflevering van de Hoe onderneem ik podcast. Als ondernemer zijn we vaak druk bezig met het binnenhalen van nieuwe klanten en het jagen op omzet. Maar weet je dat er ook nog een manier is om meer marge over te houden? Dat is waar mijn gast van vandaag in gespecialiseerd is. Benny Schulte en de partners binnen Texton Armstrong halen de stofkam door jouw bedrijf. En wist jij dat er gemiddeld bijna 10% van je winst via de achterdeur weglekt? Nou, in deze podcast heb ik het met Benny erover hoe ook jij winstlekkage kan ontdekken en tegengaan. En hoe hij ook als franchise-nemer inmiddels franchisegever is geworden binnen Texton Armstrong. En ja, we vinden het heel normaal dat bijvoorbeeld topsporters een persoonlijke coach hebben. Maar hoe is dat eigenlijk voor gewoon ondernemers? Je hoort het in dit gesprek dat ik had met Benny Schulte. Oké, dan draait hij volgens mij ondertussen. En dat in een hele aparte week, zat ik net te bedenken. Want afgelopen weekend stonden we met z'n allen op het ijs. Komend weekend kunnen we eigenlijk op het terras zitten ergens in Maastricht, geloof ik. Tof dat ik met Hoe onderneem ik podcast bij jou mag zijn, Benny. Hey, we gaan het straks hebben over wie Benny is, ja. Over wat Texton Armstrong allemaal doet. Daar ben ik enorm benieuwd naar. Jullie zijn adviseurs voor het MKB. Ik zag allerlei dingen langskomen, winstlekkage, iets met bedrijfsoverdracht doen jullie wellicht ook. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat precies zit. Maar ik heb begrepen dat jij uit een hele andere hoek komt. Want ik was je aan het googlen en toen kwam ik ergens iets met een NK wielersport kwam ik tegen. Toen dacht ik, hey, ben jij zo sportief geweest? Dat klopt. Ik ben nog steeds sportief. Ik heb in mijn tiener en twintiger jaren aan wielrennen gedaan. Dus gewoon serieus aan wielrennen, zeg maar topsport bedreven. Nederlands kampioen bij de studenten geweest. Diverse etappekoers in binnen- en buitenland gereden. Nog de mogelijkheid gehad om een profcarrière te starten. Ik was toen halverwege mijn studie en de voorkeur aangegeven om mijn studie eerst af te maken. En van daaruit ja toch niet die stap genomen om professional te worden. Okay, en wat? Een maatschappelijke carrière op te bouwen. Nou, ik heb er ook helemaal geen spijt van. Je hebt bewegingswetenschappen gestudeerd? Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even terug naar de middelbare school. Dat is wel leuk. Ik zat op het VWO. Ik was goed in de beta-vakken. En ik wilde eigenlijk altijd wiskunde en natuurkunde gaan studeren. Mijn wiskundeleraar zei ook, joh, moet je gewoon doen. Totdat ik begon met wielrennen. Ik dacht van ja, ik wil eigenlijk iets met sport. Ik wil geen fysiotherapie doen, geen sportacademie. Ik wil ook geen sportarts worden. Maar wat dan wel? Nou, toen kwam ik bij de studie bewegingswetenschap uit. Nou, dat hoorde die bewuste wiskundeleraar. Hey, Benny, je bent hartstikke gek. Jij moet gewoon wiskunde en natuurkunde gaan studeren. Maar ik vond het gewoon leuk om datgene wat me met mijn hobby zeg maar echt bezig hield, echt mijn passie. Dat ik daar ook gewoon me verder in kon gaan ontwikkelen. Dus ik heb inderdaad bewegingswetenschappen gestudeerd. En afgestudeerd in inspanningsfysiologie. Nou, dan zit je echt wel in de... Nou ja, dan werk je vaak met topsporters. Ja, dus ik was ook geregeld proefpersoon in ons eigen onderzoek. Hey, maar hoe is het met jouw topsportcarrière dan gegaan? Nou ja, ik heb tot mijn 25e aan wielrennen gedaan. Gewoon zeg maar semi-professioneel. Okay. Want in de zomermaanden, ik had geen tijd om andere dingen te doen. Mm-hmm. Want ik reed soms gemiddeld 5-6 wedstrijden per week. Okay. Dus dat was, dat ging gewoon achter elkaar door. Op mijn 25e was ik afgestudeerd. En toen had ik eigenlijk wel de keuze gemaakt van, ik ga niet verder met die topsportcarrière. Ik kies gewoon voor een maatschappelijke carrière. Oké, maar waarom niet in de topsport dan? De reden daarvoor ligt eigenlijk in een etappekoers die ik in 1986 heb gereden. Ja. Dat was in Frankrijk, in Bretagne. Dat was de Ruban Granitier Breton. Echt
Een amateurkoers waar alle landenploegen reden. Ja. En in 1986, in april 86, mm-hmm. ontplofte de kerncentrale in Tsjernobyl. Ja. En ik was druk bezig natuurlijk met die etappekoers. Ik las wel de krant, maar ik las met name de krant vanwege de sportpagina. Want daar werd over de koers gesproken, geschreven. En wij reden met ploeg helemaal niet slecht. En ik kan ook zeggen, ik reed ook niet slecht. Dus er werd ook over mij geschreven. Ja, dat was natuurlijk veel belangrijker dan die voorpagina waarop stond 2000 more. Mm-hmm. Ja, 2000 doden, ja, het zal wel, weet je wel. Ver weg gestaan. Ver weg gestaan. Ja. Totdat ik op een gegeven moment door een Belgische renner erop aangesproken werd. Mm-hmm. Hij zei, erg hè, daar in Tsjernobyl. Ik zei, joh, gaat eigenlijk helemaal langs me heen. En toen realiseerde ik me denk van, jeetje mine, je bent dan hè, als wielrenner gewoon alleen maar met fietsen, slapen en eten bezig. En de rest van de wereld, ja, vergeet je als het ware. Terwijl je als student... in die bubbel, zeg maar. Je zit echt in een bubbel. Vandaag de dag van veel topsporters. Ja. Het leven gaat langs me en ik leef alleen maar voor die sport. Absoluut. Alleen daarvoor en daarna, hè, ik studeerde op dat moment. Ik zat op een studentenflat met 12 of 13 andere studenten. Gemeenschappelijke keuken. Dus ja, alles wat er speelt in de wereld, dat bespreek je met elkaar. Ja. En dan in één keer zit je in die bubbel. Ja. En dat vond ik wel heel erg... confronterend. En daarbij had ik ook nog van, joh, in die week liep ik ook nog weer een knieblessure op. Die speelde ook af en toe op. En denk, nou, weet je wat, nee, ik ga gewoon voor een maatschappelijke carrière. Natuurlijk heb ik er wel eens weer teruggedacht van, joh, had ik het maar gedaan? Nou, nee. Ik heb ook leuke dingen gedaan. Mm-hmm. En prima zo. Ja. Ja. En je zegt maatschappelijke carrière, want ondertussen in de loop van de jaren ben je bij Mees Pearson bezig geweest. Atos Origin zag ik langskomen, allerlei HR-functies. Hoe ben je dan uiteindelijk bij Texan Armstrong terechtgekomen? Ja, nou ja, je zegt inderdaad Mees Pearson, Atos Origin, HR-functies. Maar ik ben mijn carrière begonnen in de IT. Oké. Okay. En vanuit de IT de HR ingegaan, vanuit de HR. Ja, vanuit de HR. Verantwoordelijk ook geworden voor een business unit. Dan vervolgens weer terug naar de HR. Oftewel, ik had een vrij brede, brede ervaring opgedaan. Mm-hmm. Dus niet alleen maar in één richting, één specialisme. En dat is nu een jaar of 6 geleden. Stond ik op een punt. Zo van, joh, ik ging weg bij mijn voormalige werkgever. Ga ik weer in loondienst of ga ik wat voor mezelf doen? Dan ga ik mijn kennis en ervaring die ik opgedaan heb, een brede kennis en ervaring, ga ik die gebruiken om anderen te helpen, verder te helpen. En met name die brede ervaring. Want ik dacht van, ja, ga ik dan de business in? Ga ik dan anders de HR weer in? En ik had in mijn laatste functie als directeur... Was ik verantwoordelijk voor 50 consultants en ik was verantwoordelijk voor het hele HR-beleid met een HR-team. Ja, dat wil ik eigenlijk. Nou ja, dan ga je rondkijken en dan kom je op de formule van Texan Armstrong terecht. Waar wij ondernemers helpen met de bedrijfsvoering, maar in de brede bedrijfsvoering. Dus niet alleen maar een stukje financieel, niet alleen maar sales, niet alleen maar personeel. Je gewoon het hele scala aan aandachtsgebieden waar een ondernemer mee te maken heeft. Oké, daar kom ik graag zo nog even op terug. Je zegt veel, ga ik zelfstandig of niet? Maar je kiest voor een franchise-organisatie. Ja. Er zijn er natuurlijk een heleboel mensen die zeggen, veel franchise is fantastisch. Er zijn er ook een heleboel die dat liever niet zeggen. Waarom kies jij dan voor franchise op dat moment? Nou, als je 27 jaar in loondienst bent geweest en je wil voor jezelf beginnen, dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om gewoon een scratch ervan eens op te zetten. Ja. Maar goed, je hebt geen klantenkring, je hebt geen methodiek, je weet eigenlijk niet van hoe lopen de hazen. En dan ga je rondkijken en dan kom je dus in die zoektocht bij meerdere organisaties terecht, of het nou franchise is of een soort partnerschap. En ik van ja, ik ga niet, ik was inmiddels de 50 gepasseerd, ik ga niet eerst 10 jaar bouwen aan een methodiek en aan mijn eigen business en dan pas de vruchten plukken. Ik wil best investeren in een methodiek die al bewezen is. Mm-hmm. En waarmee ik vrij snel
een leuke business kan opbouwen. Ja. Nou ja, zo zegt zo gedaan. Ja. En Faxon Armstrong past daar perfect in. En ik ben een van degenen die zegt van joh, franchise, ja, perfect. Dat is een hele mooie manier om als zelfstandig ondernemer jouw ding te kunnen doen. In welke branche dan ook. Ik moet zeggen, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met franchise. Ik ben zelf eind 2005 in franchise gestapt. Vanaf dag 1, plat gezegd, enorm gezeik gehad met die organisatie. Terwijl ik denk, van, ja, in de basis is het natuurlijk fantastisch op het moment dat de formule gewoon werkt en er is een organisatie zit daarachter en die helpt je gewoon en die heeft de belangen duidelijk helder voor ogen. Dan geloof ik er absoluut in. Maar je ziet natuurlijk in de praktijk regelmatig dat franchise problemen geeft. Vorig jaar of het jaar erop, of daarvoor, Bakker Bart geloof ik, waar allerlei franchise-nemers dan in opstand komen. Hema heeft dat volgens mij ook gehad, een aantal andere partijen. Wat maakt voor jou dan zeg maar dat franchise werkt? Nu ben je franchisegever ondertussen, kom zo even op. Maar als franchise-nemer, wanneer werkt dat voor jou? Nou, kijk, je moet je goed verdiepen in de wijze waarop de franchise georganiseerd is en wat het jou kan brengen. En wat je, kijk, en je moet er ook heel goed van doordrongen zijn dat je onderdeel bent van een groter geheel. Ja, je bent zelfstandig ondernemer, maar je hebt je niet voor niks ingekocht of in ieder geval geïnvesteerd in die relatie met die franchise-formule. Ja. Dan moet je ook die franchise-formule gewoon voor je laten werken. En als je zeg maar eigenwijs bent, denk van ah joh, het kan ook anders, het kan beter. Ja, dan is het eigenlijk zonde van waarom heb je dan die investering gedaan? En ja, zeker als een franchise formule al wat langere tijd bestaat. Mm-hmm. Ja, blijkbaar is het een bewezen formule. Ja. En dat zien wij ook. Zorg nou gewoon dat je zo dicht mogelijk bij de methodiek blijft. Ja, je werkt met ondernemers. Hè? Ondernemers zijn per saldo natuurlijk altijd reet eigenwijs. Dat merkte ik destijds ook in de franchise waarin ik zat. Dat aan de ene kant, ja, we hadden de franchise. Maar aan de andere kant gingen we met z'n allen toch zelf ons ding lekker doen. Waardoor we eigenlijk als franchise-nemers op een gegeven moment tot de conclusie kwamen van eigenlijk had dit gewoon echt hard franchise moeten zijn. In plaats van, ja, toch te veel grijs gebied. Ja. Nou ja, goed. En ja, je wil liever niet hard franchise zijn. Ja, en af en toe moet je wel inderdaad die kaders heel duidelijk neerzetten. Kijk, wat je ook kunt doen is gewoon vanuit de overtuiging, hè, het laten zien waarom het werkt zoals het werkt. Mm-hmm. En nou ja, mijn collega Michiel Smudde en ik zijn ook op die manier bezig om gewoon met de franchise partners gewoon ja, de stappen te zetten, maar wel aan de hand of aan de hand van de methodiek die wij met z'n allen dragen, zeg maar. Ja. Hè, en een franchise organisatie werkt ook alleen maar als je als collectief optreedt. He, want als er eentje gewoon echt links afslaat en andere dingen gaat doen, andere uitingen doet, ja, dan werkt dat niet. Ja. En dan moet je inderdaad ja, wat harder voor optreden. Maar goed, ondertussen ben je een jaar of vijf franchise-nemer geweest. Ben je ondertussen franchise-gever geworden, samen met je collega Michiel. Heb je deze situaties al aan de hand gehad? Al dan niet als franchise-gever inmiddels, waarbij mensen inderdaad gewoon hun eigen gang gaan en je ze tot de orde moet roepen? Hoe gaat dat? Nou, niet echt tot de orde roepen. Hè? Kijk, een franchise-formule ontwikkelt zich ook. En die ontwikkeling kan niet alleen maar van die franchise-gever komen. Hè? Ik heb ook wel eens die grenzen opgezocht in de rol van franchise-nemer. Maar dat doe je dan wel in alle openheid met de franchise-gever. Waarop de franchise-gever op een gegeven moment zegt: hé, weet je, maar dit is gaaf. Hier kunnen we een nieuw product van maken. Ja, op het moment dat het werkt wel. Op het moment dat het niet werkt, dan was het niet zo gaaf. Dat klopt. Maar je moet wel gewoon transparant zijn. En dan, alleen dan kan een franchise-formule zich ontwikkelen. En die ontwikkeling, daar heeft zowel de franchise-nemer als de franchise-gever een baat bij. Dus het is altijd een samenspel. Ja. Dus wij gaan ook niet als politieagent optreden. Dat werkt niet. Ja, dat kan wel. Maar dan moet je zeggen, kijk, hey, dit willen we liever niet, ja. Maar ga dan dit doen. Ja. Maar dat is wat anders. Maar dan ben je alweer in gesprek. En dan heb je een alternatief. En vervolgens hebben jullie in de groep, de franchise-nemers, dat zijn allemaal professionals, senior management functies, zeg maar, hebben ze gehad. Wat doen jullie dan in het MKB? Ik bedoel, waar zit jullie toegevoegde waarde? Wat is jullie dagelijkse werk?
Wat bedoel je met de vraag, wat doe je in het MKB? Nou ja, goed, jullie zijn adviseur in het MKB, maar dat is heel breed. Ik zit ook even te denken aan nu de coronaperiode. Moet ik jou inhuren? Wat brengt me dat? Of is dit juist iets voor, op het moment dat ik alles weer een beetje voor elkaar heb en ik heb wat rust in mijn hoofd, dan is het handig om een keer met jou te gaan praten, om met jullie te gaan praten, om vervolgens te kijken wat de volgende stappen worden. Wat is het moment, wat is de reden dat ik jou bel en zeg, veel ben ik, kom eens even koffie drinken? Ja, ik ga even terug naar die eerste vraag die je stelde. Ja, ik stelde een paar tegelijk, sorry. We hebben een aantal franchise-nemers, franchise-partners, die een corporate achtergrond hebben, mm-hmm. waaronder ik zelf, hè, management- en directiefuncties vervuld hebben. We hebben franchise-nemers die al adviseur waren, zelfstandig adviseur waren, en eigenlijk het collectief zoeken. Hè? Dus collega's zoeken, een goede methodiek graag omarmen, et cetera. En we hebben zeg maar ondernemers of oud-ondernemers die een eigen onderneming hebben gehad. En daar ook heel veel ervaring op gedaan hebben en dat graag willen delen. Hè? Dus het is echt een driedeling, zeg maar. Ja. Heel gemixt. Wat bieden wij, zeg maar, waarom zitten wij in het MKB? Kijk, een ondernemer, veel ondernemers, laat ik het zo zeggen, veel ondernemers starten gewoon vanuit de inhoud. Mm-hmm. Zijn gewoon ergens goed in. Zeggen van, joh, dit ga ik gewoon op eigen kracht verder oppakken. Nou, dat gaat goed, dat gaat groeien. Eerste medewerker, tweede medewerker. En voordat je er erg in hebt, en dan ga ik wel heel snel over. Heel snel waarschijnlijk, ja. Nee, maar dan heb je denk ik 10 medewerkers, 15, 20. Ja, maar dan verandert jouw rol. Ja. Dan ben je ja. niet meer die vakman. Ja. Nee, dan moet je ook hè, niet alleen, mm-hmm. moet je ook manager zijn. Ja. Nou, dan moet je dus bedrijfsvoering gaan runnen. Nou, en dat is nou precies het punt hè, waar wij zeg maar in beeld komen. Mm-hmm. Waar die vakman die manager moet worden. Ja. Of moet worden. Om eigenlijk gewoon succesvol te blijven draaien maar met z'n onderneming. Je hebt als persoon, als ondernemer, zeg maar, heb je drie rollen in je bedrijf. Je bent de uitvoerder, op een gegeven moment ben je de manager en je bent nog steeds de ondernemer. Althans, dat is de bedoeling. Waar zet ik jou dan voor in? Is dat, volgens mij zeg je net, voor dat management in feite. Maar help je me ook echt ondernemen of help je me managen? Nee. Kijk, die vakman, die kan ik niet veel leren. Mm-hmm. En we werden gestoord door een brandalarm, wat een broodje bleek te zijn die ergens bij iemand te lang onder de grill had gelegen. Maar we hadden het over, Binnie, de rol in zo'n bedrijf. Want je bent ondernemer, dat wil zeggen je bent degene die uitvoert. Vervolgens word je langzamerhand ga je groeien als bedrijf, dan word je de manager ook. Je moet je personeel gaan managen, maar ondertussen ben je ook nog ondernemer als het goed is. En moet je zorgen dat je bedrijf verder komt. En welke rol helpen jullie dan met name in? Ja. Nou, kijk, die vakman hebben wij niks te leren. Mm-hmm. Ik wil zeggen weinig, maar het is echt niks te leren. Hè, of het nou een fietsenmaker is of iemand die een bouwbedrijf runt. Daar hebben wij de ervaring niet mee. Daar weet je niet in. Dus daar blijven we ook verre van. Waar we de ondernemer wel mee kunnen helpen is inderdaad hè, dat die managementrol. Hè, om die in te vullen, om die organisatie van het bedrijf gewoon goed neer te zetten. Dus daar gaat veel van onze tijd naar uit. Alleen die ondernemersrol, iedereen zegt ook wel, ja, ondernemers ook risico nemen, ja, maar het is wel gecontroleerd risico nemen. Ja. En in die rol, in dat facet, kunnen wij hem natuurlijk ook heel mooi helpen om gewoon te sparren. Mm-hmm. Hè, om gewoon af en toe gewoon even de spiegel voor te houden. Joh, hey, wacht even, maar is dit nou wel slim? Hè, en... Dus ook, het verbaast me heel vaak. We hadden het net even over sport. Sporters hebben coaches. Dat vinden we heel normaal. En op het moment dat je dan ondernemer bent, dan is het eigenlijk not done om iemand te hebben waar je mee gaat klankborden. Dan wordt het als soft ervaren of zo. Terwijl dat wat dat betreft natuurlijk ondernemen is vaak best een heel eenzaam bestaan. Ja, ik zit wel met mijn vrouw aan tafel of ik zit op de bank. Maar wat er allemaal in je hoofd speelt aan dingen over debiteuren, over personeel, over die opdracht... Ja, geen idee. Dat speelt bij jou als ondernemer in je hoofd. En dat kan je bijna niet delen. Klopt.
ja, als ondernemer sta je er alleen voor. Je kunt het eigenlijk niet echt delen met medewerkers. Want medewerkers hebben toch een bepaalde relatie met jou als werkgever. Ja. Het wordt inderdaad niet overgesproken. Wordt gezien als not done, als falen om iemand in de arm te nemen. Inderdaad, topsporters die hebben wel coaches. En dan is het heel normaal. Nou, wat wij zien bij onze huidige klanten, ja, die schamen zich er niet voor. We zijn nu ook bezig om klanten zeg maar, als ambassadeurs in te zetten. En dan vragen we over, joh, mogen we je namen noemen? Waar we altijd terughoudend zijn om namen te noemen, zeggen we ook, natuurlijk, je mag mijn naam al noemen hoor, geen probleem. Maar veel ondernemers die hebben dat beeld nog. Van, joh, ja, ik, als succesvol ondernemer, dat moet ik zelf doen, dat moet ik alleen doen. Ja, self-made man. Ja. En dat is zo jammer, dat hoeft helemaal niet. Mm-hmm. Tuurlijk, het kan. Hè? En er zijn hele mooie voorbeelden van die dat op die manier doen. Maar het kan allemaal net even makkelijker en sneller en vloeiender, zeg maar. Als je de juiste man of vrouw naast je hebt staan, mm-hmm. Die niet gaat zeggen, joh, je moet dit en je moet dat. Maar dat werkt niet. Jij bent ondernemer, jij neemt de beslissingen. Maar die wel mee kan denken en die jouw bedrijf goed kent, die jou als persoon goed kent. Want, met alle respect, een partner thuis, die kent jou wel goed. Maar, tenzij die zelf ook ondernemer is, die weet niet wat er allemaal op je afkomt. Ja. En ik heb wel eens met een klant daarover gesproken. Ik zeg, joh, je vrouw is ook ondernemer. Dat is eigenlijk wel makkelijk, hè? Dan kunnen jullie s'avonds gewoon... Hij zei wel, nee, we praten helemaal niet over onze bedrijven. Nee. Hij zei, ik heb mijn sores, zij heeft haar sores. Ja, die gaan we toch niet delen, want we hebben dubbele sores. Ja, vervolgens zitten we lekker zwijgzaam op de bank s'avonds. Snap je? En ja, daar sta je er dus weer alleen voor. Ja, ja. En wij zien ook wel gewoon dat soms echt wel 80-90% van ondernemers, die zouden er echt baat bij hebben mm-hmm. om iemand naast zich te hebben. Ja. En of het dan, dat kun je coach noemen, dat kun je adviseur noemen. Ja, wij zitten eigenlijk veel meer op de lijn dat we zeggen, joh, eigenlijk zijn we gewoon een mentor, een business mentor. Oké, maar wat doet die business mentor dan? Ik bedoel, hebben jullie adviezen? Heb jij adviezen of die business mentor? Of is het iemand die klankbord of die alleen maar luistert en vervolgens zijn mond houdt? Of juist adviezen gaat geven? Hoe werkt dat dan? Nou, wij hebben, daar hebben we eerder even over gehad, hebben een mooie methodiek. En die methodiek begint al bij het eerste gesprek, bij het kennismakingsgesprek. Daar willen we de ondernemer leren kennen. Niet alleen de onderneming. Maar ook de ondernemer. Wat beweegt die ondernemer? Wat zijn die doelen van die ondernemer? Zowel zakelijk, maar ook persoonlijk. Waar loopt die tegenaan? En we merken keer op keer, als je daar de juiste snaar weet te raken, de juiste vragen weet te stellen, als een ondernemer gewoon loskomt en een gevoel krijgt van, hey, wacht even, deze man of vrouw, die begrijpt waar ik mee zit, waar ik als ondernemer tegenaan loop. Maar heeft die ondernemer... Heeft hij die doelen nog wel helder? Want ik kan me heel goed voorstellen dat naarmate je begint als vakman of vakvrouw. Vervolgens komt er langzamerhand komt wel personeel bij, want je krijgt die opdrachten niet zelfstandig weg. En vervolgens kom je, en dat hoor je veel bij grote bedrijven, of het nou de Apples van deze wereld zijn, of wie dan ook, maar het komt steeds verder weg te staan van zeg maar, de oorspronkelijke gedachte van degene die zo'n bedrijf start. Dat zijn een van de vragen die wij in dat kennismakingsgesprek stellen. Mm-hmm. Nogmaals, onze methodiek is niet alleen maar op het moment dat we aan de slag gaan. Onze methodiek begint al in dat kennismakingsgesprek. Wij vragen die ondernemer dan ook, wat waren jouw doelen toen jij met deze onderneming startte? Of toen je deze onderneming overnam, of maakt niet uit wat. Wat waren toen je doelen? Heb je het dan over financiën of over een groter doel? Of dat kan financieel zijn, dat kan de omvang zijn, dat kan branches zijn, of kunnen branches zijn, dat kunnen producten zijn of diensten. Mm-hmm. Gewoon breed. Ja. Wat was jouw doel om met deze onderneming te starten, over te nemen, et cetera? Nee, ik werk veel met jonge ondernemers, met studenten die ondernemer willen worden. En aan de ene kant roepen ze, ik wil allemaal rijk worden, want veel geld. Maar 9 van de 10 keer gaat het helemaal niet om dat geld of het rijk worden. Het gaat erom wat het genereert, wat het doet. De vrijheid, het feit dat ze voor hun ouders kunnen zorgen, een pensioen op kunnen bouwen, veiligheid. Dat is vaak het achterliggende. Ja, het is niet alleen maar financieel, echt niet. Natuurlijk wel een van de drijfveren of het algemeen. Mm-hmm. Maar er zit veel meer achter. Ja. Maar als we die vraag gesteld hebben, hebben we daar een antwoord op. En natuurlijk
Het is niet zo van dat we met een kluitje drie te worden gestuurd. Dus als wij denken, nou, er zit nog wat meer achter, dan vragen we door. Maar de volgende vraag is dan, ja, en waar sta je nu dan? Je bent 5 jaar bezig, 10 jaar bezig. Heb jij je doelen nu bereikt? Of ben je op weg om je doelen te bereiken? Ja, en dan krijg je toch zeg maar, de uitdagingen, de problemen, in ieder geval de waan van de dag krijg je dan te horen van ja, ik wil eigenlijk wel dat, maar ja, die telefoon die blijft doorrinkelen of dit of dat. En dat is wel mooi. En wat we dan proberen te doen is, en proberen ook die doelen zeg maar privé, persoonlijk wat helder te krijgen. Joh, maar hoe ziet jouw leven er over een aantal jaren uit? En dan vragen we door van oké, dus dit zijn jouw doelen, zakelijk, privé of persoonlijk. En welke uitdagingen loop je nu gewoon iedere dag tegenaan? Nou, dan krijg je dan een aantal weer op de weg te horen, zeg maar. En dan laten we ze dromen. Wat zou het jou doen? Wat zou het jou betekenen als we die uitdagingen weten weg te werken? Ja, dan zie je gewoon die glimlach op het gezicht ontstaan. Ja. Ja, maar dan zou ik dit en dan zou ik zus en dan zou ik zo. Ik zit even terug te denken in de podcast van 2 weken terug. Dus de vorige podcast had ik Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners. Zeg maar schuldhulpverlening. En die zei ook veel, we gaan met ondernemers aan tafel zitten. Dan weliswaar vanuit die schuldenpositie. Stel je wordt morgen wakker zonder schulden. Wat ga je dan doen? Dat is eigenlijk de vraag die ik jou vergelijkbare vraag. Hoor stellen. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus laten ze echt dromen. Oké, al die beren op de weg, al die uitdagingen, al die drempels, die hebben weggewerkt. Wat doet het dan met jou? Hoe ziet jouw leven er dan uit? Zijn het altijd ondernemers die, of altijd, maar zijn het ondernemers die dan met name in hun bedrijf werken, terwijl ze eigenlijk aan hun bedrijf zouden willen werken? Hoe kijk je daarnaar? Ja, maar goed, ik denk dat heel veel, het gros van de ondernemers echt in het bedrijf werkt. Ja. En dat het maar helaas nog een beperkt percentage is wat echt aan hun bedrijf kan werken. En de meeste ondernemers die zouden eigenlijk ook aan het bedrijf willen ondernemen. Of in ieder geval bezig zijn met hun passie. En een passie kan zijn ondernemen. Passie kan ook gewoon zijn die inhoud. Hè? En er zijn er maar weinigen die passie hebben om te gaan managen. Maar wat houdt ze dan tegen om aan hun bedrijf te werken en er eigenlijk alleen maar in te werken? Nou ja, het is als een soort moeras. Als je in een moeras zit en je wil eruit getrokken worden, of nou ja, laat het toepasselijker zijn, je staat op de schaats en je rijdt in een wak. Ja, kun jij zelfstandig uit het wak komen? Ja. Of heb je hulp nodig van, weet ik veel, iemand met een touw, met een ladder, de brandweer of wat dan ook? Dat is eigenlijk de beste vergelijking. Ja. Een enkeling die komt er wel uit. Mm-hmm. En een wak wil niet zeggen dat jij een slechte schaatser bent. Hè? Want ook de beste schaatsers kunnen in een wak rijden. Dan heb je eventjes iets te overwinnen. Nou ja, en welke hulp krijg jij aangereikt om daaruit te komen? Heeft het ook te maken met volgens mij een eigenschap die de meeste ondernemers hebben, is dat we het liever zelf doen. Want niemand doet het eigenlijk zo goed dan dat wij het zelf doen. Ik zat toevallig gisteren met een ondernemer in gesprek. Ja, daar hadden we het hier ook over. En die begon hard te lachen. Die zei, ja, dit is het precies. Ik kan het veel beter dan al die anderen. Terwijl het in de praktijk uiteraard blijkt dat die ander het gewoon prima kan. Zo niet veel beter. Maar het gaat nog verder. Ja, ik denk dat ik het beter kan. Maar je wil succesvol zijn. Mm-hmm. En jouw omgeving, die verwacht ook. Want je bent ondernemer, dus je moet succesvol zijn. Status is een dingetje. Status. Ja. Dus die legt de druk van buitenaf, van je directe omgeving, die maakt het alleen nog maar groter. Maar ja, legt die omgeving dat neer? Of denk ik dat die omgeving dat neerlegt? Nou, want het zit vaak toch al tussendoor, volgens mij. Ik wou daar net naartoe. dus het lijkt alsof die omgeving het oplegt, die druk. Ja. Maar stiekem menig ondernemer legt die lat zelf hoog. En dus die neemt die druk gewoon toe. En dat is wel een ding. Nou, daar helpen we die ondernemer mee. Ja. En
ja, menig klant van ons die ervaart dat ook. Dat, nou, we hebben het gezien met corona. En natuurlijk, toen in maart vorig jaar hè, die eerste lockdown afgekondigd werd. Van jongens, zus en zo. Niemand wist wat dit zou gaan betekenen. Mm-hmm. En wat dit met ons zou gaan doen. En natuurlijk, hè, wij hadden net 2 maanden daarvoor Textile van Nederland overgenomen. Wij dachten ook van jeetje, wat hebben we hier in vredesnaam gedaan? Ja, ja, ja. Nou, bij ons duurde het eigenlijk een keer 24 uur, misschien 48 ja. uur. We dachten van, wacht even, nee, dit komt wel goed. Ja. Maar er waren diverse klanten, hè, diverse ondernemers. Hè, ja, joh, wat ja, het einde van het jaar besta ik niet meer. Mm-hmm. En toen zijn we gewoon met ze om tafel gaan zitten. Van, oké, maar wacht even. Hoe ziet die ontwikkeling eruit? Hè? Hoe ziet jouw begroting eruit? Wat zal het op korte termijn betekenen? Wat zal het op langere termijn? En we hebben ze gewoon inzicht gegeven. En echt in 1 sessie. En natuurlijk, dat zijn al klanten van ons. Hè? Maar in 1 sessie, gewoon in een paar uur, zie je gewoon een ondernemer die helemaal gestrest denkt van, ja, hier gaat mijn levenswerk. Einde van het jaar besta ik niet meer. En dan zie je gewoon ontspannen zeggen van, oké, de winst is wat minder. Maar ik maak nog steeds winst. Nou, prima. Of zo van, oké, een klein verliesje. Dat kan ik wel leiden. Weet je wel? Maar is dat het inderdaad dat heel veel ondernemers, misschien geldt het überhaupt voor mensen, dat we heel vaak wel ergens zeg maar die angst voelen van er staat wat te gebeuren, het onbekende, het is geen idee of we de invloed op hebben, maar eigenlijk hebben ze geen idee wat het is. Dus op het moment dat je ervoor gaat zitten, je gaat die cijfers bekijken, je gaat kijken, oké, wat doet het dan en wat zijn dan die regelingen en of ze nou wel of niet goed zijn terzijde, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Nou ja, het belangrijkste is, je moet het gewoon klein maken. Je moet het afbellen. Wat gaat het dan inderdaad nou precies voor jouw business betekenen? Ja. Want ja, de hele wereld staat in brand als het ware. Mm-hmm. Ja, de hele wereld kunnen we niet aan. Ja. Maar we kunnen wel kijken van wat, in welke branche ben je actief? Mm-hmm. Hè, zit je daar in de branches of bedien je branches die direct geraakt zijn? Ja, dat is een andere situatie dan als jij gewoon, weet ik veel, in de bouw of in IT zit. Want er zijn natuurlijk genoeg branches, ja, die hebben er niet baat bij gehad. Hè? Sommigen wel, maar anderen die zijn gewoon prima doorgaan gaan draaien. Maar je ziet ook ondernemers die van de nood een deugd maken. Hè? En eigenlijk de verandering, de koerswijziging, waar ze al een tijdje tegenaan zaten te hikken. Ja. Zo van, ja, moet eigenlijk wel een keer gebeuren, dan gaan mondjesmaat. En nu in één keer doorzetten. Ja. Maar ja, de basis stond er al. Ja. En zelfs ondernemingen die getroffen branches bedient. Mm-hmm. Ja, die komen er gewoon veel sterker uit. Ja. En dat is gewoon mooi om te zien. En het is ook mooi om juist dat soort ondernemers te mogen helpen, faciliteren, ondersteunen. Mm-hmm. Hoe je het ook noemen wil. Daar krijgen wij energie van. Ja. Hey, jullie werk is volgens een vaste procedure. Je zei net al even dat kennismakingsgesprek, daar zit al het een en ander in. Jullie werken met wat je noemt de winstlekkage methode. En daarin zitten 8-9 stappen waarvan jullie zeggen van hey, maar dat zijn allerlei vlakken waar wat op te halen is. Ja. Lijkt mij in ieder geval interessant ook voor de luisteraar om te kijken veel meer welke stappen zijn het dan. En ik kan me voorstellen dat we in dit uurtje zeg maar ze niet allemaal helemaal kunnen uitdiepen. Maar waar vallen de eerste stappen te maken? Nou, wij noemen het winstlekkage. Mm-hmm. En dus, daar zijn we blij mee dat het een term is wat echt wel blijft hangen. Mm-hmm. Wat merk. En wat wij onder winstlekkage verstaan, dat is het weglekken van gelden, zeg maar. Ik wil niet eens winst noemen, maar gewoon euro's die weglekken. Omdat er in de bedrijfsvoering een aantal zaken gewoon net niet optimaal werken. Een van de onderdelen bijvoorbeeld debiteuren. Ja, als je gewoon een flinke debiteurenpositie hebt en je doet daar niks aan. Hè, en een groot deel van debiteuren staat al langer dan 30 en misschien wel zelfs 60 dagen open. Maar je belt ze niet na, je rappeleert niet, et cetera. Ja, dat is zonde van het geld. Maar dit is zo'n open deur wat mij betreft. Ik verbaas me erover, ook toen ik mijn eigen bedrijf had destijds. Dan krijg je facturen. Sterker nog, soms krijg je die facturen niet eens voor mensen die voor jou hebben gewerkt, iets hebben uitgevoerd en gewoon die factuur niet sturen. Dan bel je erachteraan, joh, stuur hem even. Ja, dat is goed, doe ik van de week.
Een maand later heb je hem niet. Wat maakt dat? Over het algemeen is het... Kijk, dat de factuur niet verstuurd wordt, mm-hmm. is gewoon slordigheid. Is gewoon niet de focus hebben van, joh, ja, ik wil eigenlijk ook geld verdienen met mijn onderneming. Ja. Wij zeggen ook altijd van, joh, het einde van de maand, zorg dat die factuur gewoon de deur uitgaat. Of als de klus geklaard is, dat die gewoon meteen verstuurd wordt. Ja. Er zijn ondernemers die dat even laten liggen en dan weer naar die nieuwe opdracht toe gaan. En zeg maar, de hygiëne niet optimaal hebben. En dan nog het nabellen. Ja, dat is niet altijd het leukste werk. Ze betalen volgende week wel, toch? Ja, hè? En je vertrouwt ze, et cetera. Ja, maar op een gegeven moment moet je wel gewoon eventjes op je strepen gaan staan. Ja. Je bent een overeenkomst aangegaan, of dan mondeling of schriftelijk, maakt niet uit. Mm-hmm. Je hebt een dienst of product geleverd. Ja, er staat ook een betaling tegenover. Ja. We zien geregeld dat daar best nog wel wat te halen valt. Maar ook bijvoorbeeld met voorraden. Je kunt wel een hele grote voorraad hebben liggen. Mm-hmm. En denken van, maar dat ga ik nog wel gebruiken. Maar als die voorraad er al een paar jaar ligt, daar ligt wel geld, hè? Ja. En als jij af en toe gewoon je liquiditeit gewoon een probleem hebt. En je hebt daarvoor een paar ton aan hout of ander materiaal liggen. Ja, je kunt er niet uitkomen. Nee, maar misschien kun je met de leverancier of op een andere manier kijken hoe kun je die voorraad verkleinen. Wat maakt dat zo'n ondernemer dan zo'n grote, maar in ieder geval voorraad hout waar die gewoon niks aan heeft? Want dat ligt er soms al jaren. Het zijn soms hele simpele dingen. En of het dan de ondernemer zelf is of een medewerker, je doet de bestelling, je wil 10 stuks hebben van materiaal X, alleen die 10 stuks, dat blijken dan in porties van 10 te gaan. Mm-hmm. Dus dan zeg je, ik wil 10 stuks hebben van, dan krijg je in één keer 100 stuks geleverd. Ja, je lacht wel, maar dat gebeurt, hè? Ja, dat gebeurt. Ik heb dat zelf ook ervaren in mijn carrière tot nu toe. Dat het gewoon echt letterlijk gewoon een foutje is. Ik wist niet dat het 10 stuks waren. Ja. Nou, zijn er pennen, dan is het allemaal niet zo erg. Nee, maar als het om pallets gaat. Daarom, snap je? Dat kan gebeuren. Het kan ook zo zijn van, maar wacht even. Als je 1 pallet bestelt, dan kost het X. Ja. Maar als je 3 pallets bestelt, dan krijg je X% korting. Ja. Dat is wel aantrekkelijk. Die neem ik wel af. Ja. Die krijg ik wel weg. Weet je wel? Je hebt 1 pallet, bestel je. Ja, maar je hebt een half pallet nodig. Dus er blijft weer een halve pallet staan. Ja. Nou, al dat soort dingen zorgen ervoor dat die voorraad gewoon toeneemt. Maar wat maakt dan dat het soms jaren gewoon in die stellingen blijft staan? Want ik kan me herinneren dat ik vorig jaar bij een student deed een stagebezoek. Ze zaten in het linnengoed, zeg maar. En er stonden een aantal pallets achter in die hoek. En dat waren echt volle pallets. Maar gewoon voor 40.000, 50.000 euro inkoop gewoon daar in die stelling stond. En dat stond er al een paar jaar. Dus ik denk van maar aan de ene kant klaag je over het feit dat je geen cashflow hebt. Dat je ook ruimte tekort komt. En aan de andere kant staat dit er al jaren. Waarom is daar geen oog voor dan? Ze lopen er letterlijk omheen. Dus ze hebben er wel oog voor. Alleen ze weten eigenlijk niet hoe dat dan op te lossen. Wat ze ermee moeten eigenlijk. Wat ze ermee aan moeten. Nee. En dat verkoop ik volgend jaar wel weer. Ja. Ja, dus wij praten dan met die ondernemer erover en geven gewoon een aantal alternatieven aan. We kunnen zus, we kunnen dat, we kunnen dat. Ben je dan ook zeg maar de stok achter de deur? Ik bedoel, maak je die afspraak? Oké, dus je gaat dat volgende week verkopen of iets dergelijks? Of hoe werkt dat? Als de ondernemer zegt dat ga ik doen. Ja, dan is het duidelijk een actiepunt met een deadline. Oké, en wanneer ga je dat dan doen? En dat is niet voor ons, hè? Mm. We doen het voor die ondernemer. Ja, ja. We willen die ondernemer helpen. Of die voorraad er nou wel of niet staat. Maakt jou niet uit. Maakt niet uit. Maar ik wil die ondernemer verder gaan. Ja. Dus als die ondernemer zegt volgende week, Benny, is het weggewerkt. Ja, dat noteer ik. En die week daarna zeg ik wel, beste ondernemer, hoe ver ben je? Ja, nog niet. Oké. Maar wanneer dan wel? Want je weet wat het oplevert. Hè? En je weet hoe het zit met je kaspositie. Je weet, we doen het niet voor niks. Ja. En het mooie is, die ondernemers die
die begrijpen dat ook en die willen ook graag dat je gewoon even de stok achter de deur. Ja. Dus het wordt toch een stimulans om dat dan daadwerkelijk absoluut te gaan doen. En dat is juist het mooie van ons vak, zeg maar, van onze rol. Je bouwt een vertrouwensrelatie op. Mm-hmm. We zijn echt die trusted advisor. En daarin kun je nou niet verder gaan. Mm-hmm. Dat klinkt zo, maar je kunt daar wel makkelijker mee omgaan. Ja. Hè, die ondernemer, ik heb wel eens gehoord van een ondernemer. Je mag me wel eens harder aanpakken, hoor. Weet je wel? Nou, en dat is eigenlijk een compliment. Maar betaal ik jullie dan, zeg maar, of huur ik jullie in om te zeggen wat ik eigenlijk al weet? Of ga je ook echt iets nieuws brengen? Jij begint hard te lachen natuurlijk. Een van mijn klanten, die zei voordat hij de handtekening zette onder de overeenkomst. Hè, want we gaan een overeenkomst samenwerking aan. Een samenwerking aan voor een langere periode. En hij stelde mij de vraag van, god Benny, maar wat jij gaat doen is toch geen rocket science? Ik zei, nee, dat klopt. Hij zei, Benny, dat zou ik toch zelf ook moeten kunnen? Ik zei, ja, dat kun je zelf ook. En ik hield mijn mond in. Hij zei, maar ik kom er niet aan toe. Ik zei, nou, dat is nou precies de reden. Ja. Ik help jou om dat toch voor elkaar te krijgen. Het zijn over het algemeen helemaal geen baanbrekende wat voor theorieën dan ook. Mm-hmm. Het zijn geen hele grote wijzigingen. Mm-hmm. We maken het ook juist klein. Mm-hmm. Want kleine dingen kun je veranderen. Je kunt niet in één keer, in één big bang, de hele organisatie omturnen. Wat zijn de highlights in dat winstlekkage model, zeg maar? Zo'n winstlekkage model. Je noemde voorraad al als onderdeel. Ja, voorraad, daarvan. Debiteuren, ja. Kostenbeheer, bezetting, productiviteit, sales, marketing, een groeiplan. Volgens mij heb ik ze dan allemaal, bijna allemaal. Ik wist er gewoon heen. Wat we gaan doen is, dus al die vlakken die in iedere onderneming voorkomen. Hè, dus gewoon, want iedere onderneming heeft eigenlijk met dezelfde bedrijfsvoering te maken. De producten zijn anders, de diensten zijn anders, de cultuur is anders. Maar als je hem gewoon helemaal afpelt, iedereen heeft met een stukje kostenbeheer te maken. Iedereen heeft met bezetting en productiviteit, het rijtje wat ik net opzonde. Wij hebben daar 63 stellingen voor opgesteld. 63, ja. Okay. Dus heb je nog even, ja. 63 stellingen verdeeld over die C7 onderdelen. En met die ondernemer leggen we dus, we zitten ook gewoon aan tafel. Hè, dus het is geen online toets of zo. Okay. We gaan samen met die ondernemer die 63 stellingen doornemen. Per stelling heeft die ondernemer de gelegenheid om aan te geven, joh, dit heb ik goed voor elkaar. Ja, hier kunnen anderen eigenlijk nog een voorbeeld aan nemen. Dat is dan een 5. Of, hier heb ik eigenlijk niks aan gedaan. Mm-hmm. Hier moet ik echt wat doen. Hier is heel veel verbetering mogelijk en dat is een 1. Nou, en we zeggen ook altijd, we proberen een beetje bij de 3 weg te blijven. Ja. Om gewoon te even kleur te bekennen. Om gewoon te aan te geven, joh, ja, ik heb het eigenlijk wel voor elkaar, maar het is nog geen 5. Mm-hmm. Maar wel een 4, prima. Mm-hmm. Of van, een 2. En natuurlijk de 3, die komt wel voor. Maar om te voorkomen dat iedereen, het is wel ongeveer een 3. En hoe zit het dan met die roze bril van de ondernemer? Want kijkt die wel daadwerkelijk objectief? Ja, dat zou je denken. Maar in het kennismaakgesprek halen we dus dat winstkaartje sessie aan. En laten we zien welke 7 onderdelen waar we op gaan inzoomen. Soms vraag ik ernaar, maar meestal geeft ondernemer zelf al aan, oh Benny, het zit bij mij daar en daar. Veel ondernemers weten donders goed waar ze het laten liggen. Dan nemen we dus die stellingen door, 63, daar zijn we echt anderhalf uur echt wel mee bezig. Dan komen we met de terugkoppeling, mm-hmm. Dan laten we gewoon zien van oké, ten opzichte van de benchmark, waar wij 200-300 ondernemingen in hebben zitten. Waar we ze mee gaan vergelijken. En met wat basisfinanciële gegevens. Dat is niet meteen een complete jaarrekening die we nodig hebben. Maar gewoon even een aantal facetten uit de jaarrekening. Kunnen we heel mooi aangeven. Oké, met de antwoorden die je nu gegeven hebt. Met de cijfers die in jouw bedrijf gelden. En als we die houden tegen de benchmark. Dan zou op dit onderdeel x% winstlekkage van toepassing zijn.
En dan omgerekend naar jouw situatie is dat 33.521 euro. Mm-hmm. Dat komt gewoon een getal uit. Een getal uit, hè, volgens een bepaald algoritme. En wat je dan vaak ziet, hè, want je vraagt ook die roze bril. Mm-hmm. En dan zeggen ze, ja, maar die 33.000, wat zei ik, 500 nog wat. Ik denk niet dat het zoveel is. Het zal minder zijn. Maar je hoort ook heel vaak. het is wel 50 hoor, het is veel meer. Ja. Die roze bril, en natuurlijk, en daarom zitten we er ook al bij. Mm-hmm. We hebben dat kennismakingsgesprek al gehad. Mm-hmm. Dus we proberen hem wel, als we denken, nou, nu heeft hij de roze bril op. We proberen hem even in de spiegel voor te houden. Ja. Maar over het algemeen is, weet die ondernemer, en dat voelt hij ook wel. Hè, dat zeggen we ook van, joh, het is geen examen, het is mm-hmm. niet goed of fout. Hè, wees nog gewoon eerlijk, je hebt niks te verliezen. De meeste ondernemers, die zetten de roze bril absoluut niet op. En op het moment dat ik als ondernemer, zeg maar op deze manier met die stofkam, door al die facetten ga, wat haal ik daar dan gemiddeld uit? Is dat een percentage? Is dat een bedrag? Wat kan je daarover zeggen? Eén keer de twee jaar doen wij halen we het net op, zeg maar. Hè, doen we een winstrekageonderzoek. Dat hebben we ook in oktober vorig jaar weer gedaan. We hebben gewoon alle onderzoeken die we in de afgelopen periode hebben gedaan, die hebben we weer bij elkaar geveegd en gekeken van oké, we weten dus wat de omzet is van een onderneming. We weten wat, zeg maar, in die situatie ook de winstlekkage is. Hè, er komt gewoon een eurobedrag uit. Okay. En wat blijkt, ik ben zelf in 2015 gestart, dat was het onderzoek volgens mij van 2014. Toen zaten we op 10% van de omzet wat gewoon weglekt. 10% van de omzet. Dus niet dat, 10% van de winst. Dus als je een miljoen zou draaien, dan praat het over een tonnetje. Dan heb je het over een ton, inderdaad. Ja. Twee, drie jaar later, 2017 was het volgens mij, zagen we het percentage wat zakken naar 8%. En vorig jaar steeg het weer naar 9%. Nou, is een gemiddelde, hè? Orde van grootte. Mm-hmm. Maar daar kun je gewoon echt naar kijken. Dus inderdaad, heb je 1 miljoen omzet, mm-hmm. ja, dan mis je zeg maar zo'n 80, 90 tot 100.000 euro. En maakt het dan nog uit, ik weet niet of u dat hebt onderzocht, de grootte van het bedrijf? Ik bedoel, ook als ik zzp'er ben en ik draai een ton of anderhalve ton, werkt dit dan ook? Ja, kijk, wat we zeggen is van, de benchmark, mm-hmm. dat zijn wel bedrijven zeg maar met gemiddeld 5 medewerkers tot 50, 60, 70 medewerkers. Maar dat zijn nog steeds niet de grote corporates wat dat betreft. Nee. He, dus die zzp'er of mm-hmm. de ondernemer met 1 medewerker, die zit aan de zijkant, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat de methodiek niet zou werken. Alleen we zijn wat voorzichtiger met de bedragen die daar uitkomen. Maar ook dan kun je, kijk, en het gaat niet alleen maar om het bedrag. Die winstenkaartsessie is bedoeld om inzicht te geven. Inzicht te geven, joh, waar zit jouw verbeterpotentieel in die onderneming? Ja, ja. En die bedragen, als we zeggen, joh, er komt 93.000 euro uit als winstenkaartje. Ja, ik denk dat we er uiteindelijk veel meer mee kunnen. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval de indicatie van, joh, dit is in ieder geval mogelijk. Ja. Want wat doen we ook naast die terugkoppeling, die koppeling met die benchmark, dus die bedragen mm-hmm. eruit komen, laten we ook per onderdeel meteen zien, even los van een plan, welke quick win zouden we meteen kunnen oppakken? Ja. Welke acties zouden we meteen kunnen uitvoeren? Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het op basis is van de huidige jaarcijfers, dat je dit eruit haalt, maar dat werkt natuurlijk door in de komende jaren, ga ik even vanuit. Nou ja, als we het hebben over winstlekkage, dat is dus op jaarbasis kan dan zeg maar, nou, laten we even van die miljoen, die 90.000 binnenblijven en toevoegen aan de winst. Hè? Ja. Dat is gewoon pure winst dan, als je die kosten weet te beperken. Is gewoon, ja, absoluut. Maar dat is wel, dat voeg je dus jaarlijks toe aan je winst. En moet je kijken wat dat doet met jouw waarde van het bedrijf. Dan zul jij een hoop verjaardagskaarten krijgen, man. Doe je goed? Maar ze weten meestal niet wanneer ik jarig ben. Oké. Hartstikke goed. Nee, ik kan me voorstellen dat het wel super interessant is. En dat je dat ook vaak als ondernemer ergens wel weet. Die roze bril dan misschien naar de buitenkant ophoudt. Omdat je denkt, van, ja, weet je, ik ga niet het achterste van mijn tong laten zien. Maar er valt dus inderdaad wel heel veel te halen wat dat betreft. En merk je dan dat je mensen ook daadwerkelijk kan bewegen om het te gaan doen? Want heel vaak zullen ze die dingen inderdaad ook wel weten.
Kijk, en daarom, is, dat, daarom vind ik, ben ik zelf ook zo enthousiast over onze methodiek. Hè. In de kennismakingsgesprek krijgen wij al boven tafel van, joh, maar wat, waar wil die ondernemer naartoe? Hè, persoonlijk, maar ook zakelijk. En daar wil je ze bij helpen. En de winstenkaartsessie is daar een middel voor om, om gewoon concreet te laten zien van, hey, maar dit, dit is mogelijk, hè? En dit is niet gelogen, want joh, dit doen we bij al die klanten. Hè? En het, ja, niet iedereen is er meteen van overtuigd, hè? Om meteen met ons in zee te gaan. Maar de ondernemers die dat wel doen, ja, dat zien we ook. Ja, die gaan echt een langdurige relatie aan. Ja. Hè, we hebben een begindatum, hè, in onze overeenkomst en geen einddatum. Oké, okay. Oh, slim. Dat is een mooi model. Ja, dat is heerlijk. Dat doe je goed. Ja. Ja. En werkt dat met name voor jullie of werkt het inderdaad ook voor de ondernemer? Ik kan me voorstellen, op het moment dat ik een product of dienst verkoop, dan is het wel lekker om er geen einddatum in te zetten. Nou, nee, ja, werkt het voor ons? Kijk, het punt is, als wij, hè, die winstenkaartsessie hebben gedaan, en ik zeg van, joh, die 90.000 euro, dat komt er ook als bedrag uit. Ja, daar moet wel wat voor gebeuren. Dat is niet zomaar een knip in de vingers en het is klaar. Alleen ik weet niet hoe snel dat gaat. Ik weet niet wat er in die onderneming speelt. Ik weet niet hoe de ondernemer erin zit. Ja. Dus ik ben afhankelijk van anderen. Ja. Dus je kan het wel blootleggen, maar je kan er geen garantie op geven. Nee, dus wij zeggen ook altijd, ik ga geen resultaatsverplichting aan. Ik heb wel een inspanningsverplichting. Ja. He, want, en dat houden de ondernemer ook altijd voor, jij moet het uiteindelijk doen. Ja. Ik kan het alleen maar aanreiken. Hey, nu zitten we in de coronaperiode. De verwachting is dat rond de zomer zeer waarschijnlijk als de maatregelen afnemen, in ieder geval de financiële maatregelen of de toeslagen afnemen, dat daar het een en ander gaat gebeuren. Hoe kijk jij daarnaar? Of hoe kijken jullie daarnaar? Wat gaat dat doen met MKB Nederland volgens jullie? Kijk, een groot deel van MKB Nederland draait door. Ik wou zeggen gewoon, maar dat is niet logisch. Dat is niet het juiste woord. Maar draait wel door. Steunmaatregelen? Of zeg je, business as usual? Als we kijken naar onze klantenportefeuille van heel Nederland, ik denk dat een groot deel, ik durf wel te zeggen, slechts een klein deel, maakt gebruik van die steunmaatregelen. He, dus, MKB Nederland is groot, hè? Heel divers. Ja. He, en wij hebben in de tijd ervoor gekozen om zeg maar, ons niet te specialiseren. He, en we hebben ook aangegeven, nou, een aantal branches, ja, kunnen we wel doen, maar richten we ons niet direct op. Nou, dat lijken nu net de branches te zijn die nu het hardst geraakt zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat we gewoon die branche ook heel goed kunnen helpen. Mm-hmm. He, maar... Als straks de maatregelen versoepeld worden, ik denk dat er dan zoveel energie en mogelijk zelfs ook geld loskomt. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, maar ik denk dat alleen maar hele leuke dingen gaan gebeuren. En dat de groei een forse sprong voorwaarts maakt. Even los waarschijnlijk van individuele gevallen, want hier en daar zullen echt wel tranen vloeien. Absoluut, absoluut. Maar ook ondernemingen die zeg maar gerelateerd zijn aan de direct getroffen branches. Ja, je ondernemerschap laat zien of je daar goed uitkomt of minder goed. Ja. En joh, er zijn hele schrijnende gevallen hoor, laten we duidelijk zijn. Dat is verschrikkelijk. Maar ja. Maar goed, MKB Nederland is groot. Nee, zonder meer. En die ondernemer die toch vastloopt straks. Corona nu heeft overleefd, maar dan toch tegen een probleem aangelopen. Heb jij vanuit jouw kennis en ervaring 3 tips waarvan je zegt van hé, maar dat zie ik bij succesvolle ondernemers. Daar heeft deze ondernemer ook zeker wat aan. Nou, wat heel duidelijk is... Je moet een plan hebben. Je moet een plan hebben, waar wil je naartoe?
hè, op langere termijn. Mm-hmm. Maar ook een plan hebben van, joh, waar wil je dit jaar aan werken? Hè, en ook gewoon focus daarop op zetten. Dus een plan is gewoon het allerbelangrijkste. En onderdeel van een plan is ook gewoon een financiële begroting. Ja. Hè, en die financiële begroting ook gewoon volgen op maandbasis. Gewoon liquiditeitsbegroting maken. Weet hoe je geld binnenkomt. Ja. Ja. En uitgaat. En dat geeft rust. Ja. Want als jij weet van, shit, ja, ik krijg straks wel een paar grote rekeningen, dit en dat, kan ik het wel betalen. Mm-hmm. Maar als je het gewoon netjes uitgewerkt hebt met een liquiditeitsbegroting, en je ziet gewoon van, oh ja, dat moet dus gewoon kunnen. Oh, het is even wat minder buffer die ik dan heb. Ja. Dat komt wel goed. Ja, dan slaap je een stuk rustiger. Ja. Dan denk je van, plus en min en moet zus en dit en dat. Dan ben je continu aan het rekenen. Ja. He, dus zorg voor rust. Mm-hmm. He, ook op dat vlak. Ja. Dan heb ik twee. Ja, de derde. Ja, huur jou in. Ja, de derde hou ik geheim. Nee, hoor. Okay. Nee, u zegt in ieder geval, zorg dat je een plan hebt. Zorg dat je overzicht hebt. En ik kan me voorstellen, waar we ook halverwege natuurlijk uiteraard over hadden. Zorg dat je iemand hebt waar je mee kan sparren. Waarmee kan klankborden. Je zorgen kan delen. Ja. En dan vul ik hem even voor jou in dit geval. Nee, maar dat is heel goed. Dankjewel. Je hoeft er niet alleen voor te staan. Ja. En de problemen waar jij voor staat, die zijn niet uniek. Ja. We zeggen altijd, ja, ieder mens is uniek. Ja, tot op zekere hoogte. Mm. DNA kan misschien wel uniek zijn. Maar... En daarom is onze methode ook gewoon dus generiek. Ja. We hebben nog niet gespecificeerd in welke branche dan ook. Mm-hmm. Want die bedrijfsvoering, die is generiek. Ja. Die is het grappige is, als je ondernemers spreekt, het is altijd, ik heb een uniek product, ik heb een unieke dienst. Maar als je het plat slaat, dan zijn er nog 20 of misschien wel 200 concurrenten die eigenlijk hetzelfde doen. Dus leg maar uit waarom jij anders bent. Ja, natuurlijk, je bent wel anders. Mm-hmm. Hè, want jij bent wie je bent. Ja. Maar een aantal zaken is echt wel overeenkomstig met concurrenten of met concollega's, hoe je ze noemt. Mooi, mooi. Hey, we gaan een plan maken, we gaan zorgen voor inzicht en we gaan in ieder geval sparren met andere mensen om enthousiasme vast te houden. En daar kunnen wij ondernemers heel mooi bij helpen. Top, top. Ik ga je danken. Graag gedaan. Ja, en dat was het alweer. Hopelijk heb jij weer de nodige inspiratie opgedaan tijdens deze podcast. En heb jij interesse in het winstlekkagerapport, dan kan je dat op de site van Text & Armstrong downloaden. En ik zou zeggen, haal de stofkam door jouw bedrijf en kijk hoeveel extra marge jij kan overhouden. Hopelijk vond je het in ieder geval weer een waardevolle podcast en tof als jij een comment of een rating achterlaat op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En uiteraard waardeer ik het enorm als je deze podcast deelt met jouw netwerk. Want ook zij zullen hier ongetwijfeld wat aan hebben. Mocht je nou in contact willen komen, dan kan dat onder andere via LinkedIn en info@hoeonderneemik.nl. Tot de volgende keer!